Zo, deze mooie auto, daar rijd ik dus in. Ja. Zo ziet dus de auto een beetje van binnen eruit. Nou, topper. Een topper. En waarom vind je mij een topper? Positief. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja. En zoals de buurt het zou zeggen, regisseur Karen. Nee, regisseur binnen, buiten, buiten, binnen. Dat was hem. Maar het is vandaag alweer zaterdag 26 maart 2022. Het is nu net 1:15, dus het gaat richting 1:30 lopen. En mijn schoonmoeder is jarig, dus daar gaan we ook even nog even naartoe. Ik loop nou alleen met Lady. Rody loopt vet ver aan de overkant. En de andere kant op. Dus, maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier. Deze gloednieuwe vlog. Ik ga vast hier naar beneden. Ja, is goed. Ik zie je zo, ja? Tot zo. En want jij bent toch sneller als ik nu. Ja. Ro is sneller als ik vandaag. Ja, en ik ga lekker naar beneden. Lekker op. De hof. Pad. Hi. Ik zat even hier eigenlijk een beetje naar te kijken aan deze kant. Nee, namelijk. Nee, maar, hè? Ik zat daar naar te kijken. Ja, en want dat vindt je moeder ook leuk? Want, ik had het ook al gezegd in de intro, maar je moeder is jarig, hè? Ja. Van harte gefeliciteerd, dankjewel. Schat. Dankjewel. Alsjeblieft. Lavendel is dat? Ja. Hoe duur is dat ding? Heel duur. Nee, even, schat, even. Ik vraag gewoon iets, dan... Nee, kijk hier. Hallo. 8 euro. 8 euro? 8 euro. Ziet hij er goed uit? Toevallig, een bloemetje. Hè? Ik koop er een bloemetje. Volgend jaar ook nog wat aan. Ja, dat is waar. Hè? Want dit kan ze dan weer mooi in de tuin die zetten. Die wordt gekozen. Mooi. Hebben we ook nog andere die nog een beetje in knopjes zitten? Zoals deze bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dus die komen nog. Dus heb je langer kwartier. Als die bloemen al uitgeloeid zijn, om deze in bloei te staan. Nou, dan doen we die. Gaan voor 2 euro minder heb je langer plezier gehad. Ja, precies. Nou, is goed. Is prima. Doen we die. Krijgen ze toch een beetje reclame door mij, hè? Die Jumbo, ook al willen ze niet samenwerken. Ik heb hem net en geholpen met de karretjes. Ik heb veel groen lint. Veel groen lint, ja. 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 Zo vaak vragen dat hier niks, hè, om in te pakken of zo. Nee. We vragen hier ook zo weinig. Lijkt alleen maar zo. Geen probleem. Nou. Kijk, dankjewel. Mijn mannetje loopt lekker achter mij. Helemaal goed, helemaal top. Top, 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 top. We gaan dus nu op kassa. Ook een hele goeie naar de kassa. Want ik heb een bloemetje gehad, zoals dat jullie hebben kunnen zien.
Ik moet even lachen, want ik zag even iemand. En ze werkte bij de Action hierboven, maar nu is ze vrij, dus ja. Dus ja. Dus ja, we gaan dus nu naar de krassen. Zo, Roos al even een tijdje lekker naar huis, bijna een uur, nog een kwartiertje dan en dan is het een uur. Deze dame ligt lekker op de bank. En ja, we zijn lekker bezig. ik zie weer wat, helemaal top, helemaal leuk, heerlijk. Oh wauw. En dan hebben we hier namelijk twee dames die op het balkon liggen. En waarom moet jij zo piepen, schat? Vertel het eens. Vertel het eens aan mama. Vertel het eens. Waarom moet jij zo piepen, schat? Vertel, waarom moet jij zo piepen? Ja, ik heb nu net aan mijn tanden gepoetst. Ja, dat ruik jij. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt helemaal correct, schat. Joe, ja. Ja, je bent wel lief. Ja. Mama gaat zo even editen. Mag dat? Vlogje editen. Want mama die moet zo meteen... auto rijden om 18:40. Ja. Ga dan op balkon. Ga lekker op balkon. Kom hier. De kleding moet ik ook even schoonmaken. Dat doe ik ook het weekend nog even. Die zit dan. Kom hier. Je zit niet echt lekker in je vel, hè? Als mama weer terugkomt. Ja. Hé, hey, kom hier, tutje. Ja, met je poot ook altijd weer, hè. Altijd weer met je poot ook, hè. Ja, je bent lief, schat. Ja, je bent lief. Nee, je bent lief. Je bent mama's meisje, hè? Ja. Ja. Nee, je bent lief. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Ja. Divaatje, hè, van mij, hè. Mijn en mijn grote lieve diva, hè. Hey. Ja. Dus ja. Ik zal de andere twee even ook even laten zien. Ja. Ja. Ik heb morgen een rijles. Hi, meisje. Oeh, hi. Hi, schat. Hi. Hi. Kijk hier, ga zitten. Ga zitten dan. Ga zitten. Nou, hou eens op. Kap even als je wil. Ga zitten. Ga zitten dan. Ga zitten. Hi. Meisje. En Lady ligt lekker hier. Hè, Lady? Ja. Nou, ik ga naar binnen. En ik ga deze telefoon even aan de laden knallen.
En dan ga ik even vlog editen, mensen. Ja, moet gewoon even gebeuren, want anders hebben jullie niks online. Nee. Anders kunnen jullie ook gewoon niks zien. En dat vind ik een beetje jammer. Dus ja, dus dat moet even gebeuren. En voor die tijd laat ik jullie ook nog even wat zien. Hey Brandy. Hey Brandy. En waar zit Ilonie? Ilonie die zit daar hoor. Hey Ilonie. Hey schat, ik wil jou ook even eruit even hebben. Wacht even, weet je wat ik dan doe? Wanneer dan? Nee, Ilonie die gaat het hoger opzoeken, hè Ilonie? Ik bedoel, Brandy zo. Goedemorgen. Ja, en jij ging het even hoger opzoeken, schat. Ja. Hé, hey, daar hebben we Ilonie. Hi, schat. Ilonie en Brandy. Hé? Hé, hé. Ja. Ga je daar schuilen? Hi! Hi! Meisje! Ga je het ook weer hoger opzoeken, schat? Hi! Zo. Dan even deze makker weer even laten zien. Hé. Hey. Kom je ook even uit je huisje, vent? Kom. Kom eens even uit je huisje. Kom. Bolly. Kom. Ja, kom. Goed zo. Ben je ook namelijk even uit je huisje, ventje? Hi. Hi, kerel. Nou, ik laat je lekker met rust. Hè? Huh? Hé, hey, rooie. Hi. Spiedo. Ja, ik ben aan het wachten op mijn rijinstructeur. Ja, met zijn grote bak. Ja. Normaal dan zou ik namelijk iets anders zeggen. P-bak, maar dat gaat hem nu niet worden. Nee, en ik heb ook last aan tegenstand. Beetje gevoelig. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dus ik wacht gewoon wel om 6 uur. Zou die komen en het is nu 5 voor 6. Lekker buiten. Het is nog niet zo heel warm of zo. Maar... Het busje rijdt er ook alweer langs. Dus ik denk ook niet dat hij meer heel... Ik denk dat hij wel in de buurt is, want het is 5 minuten. Dus komt ook wel weer goed. Ja hoor. En ik heb het een beetje koud. Maar dat maakt niet uit. In de auto is het weer zometeen warm. Ja. In de auto is het warm. Ja, ja. Dus, maar ja, hij kan van die kant afkomen. Maar hij kan ook weer vanaf die kant komen. Dus ja, ik weet het niet. Ja, mensen. Ik heb zo'n donkerbrei vermoeden dat hij daar gewoon vanaf komt. Want hij komt toch eigenlijk altijd vanaf die kant. Vooral mijn rijinstructeur. Daar ook niet. Daar nu niet. Maar ook daarna niet. Vandaan, ik weet het niet waar ze
waar ze naartoe gingen. Maakt niet uit. Als ze maar ook hun werk moeten doen, hè? Daar gaat het om. Dus kijk, een mooie zon. Ja, zo gaaf. Zo, deze mooie auto, daar rijd ik dus in. Ja. Maar dit is echt gewoon een beauty. Maar hij heeft nog meerdere auto's. Ja, ja. En mijn rijinstructeur, dat is deze meneer. Dus ja, we zijn dus nu bij het CBR-gebouw. Ja, lekker groot. En dan heb je hier nog een heel groot terrein. Ops, tikkedee. Ja, ja. Dus kijk wat een groot gebouw. Jeetje. Kijk. Dus kijk wat mooi. Ja, een mooie Range Rover, jongens. Ja, toen zat ik dus lekker achter het stuur met het bordje hierboven. A-klasse, want ja, ik mag gewoon vloggen bij hem. En nu staan we even stil. Want hij moet even tanken. Kijk, staat hier te tanken hoor. Ga hij het hier. Kijk, hij staat te tanken hoor. Basiel die staat te tanken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar Basiel die staat dus te tanken. Kijk, zie je hem. Oh, ja, maar dat is een baas. Basiel? Oh, heerlijk. Ja. Dus ja, ik mag niet klagen. Het is gewoon een hele goede vent. Hij weet waar hij het over heeft. Dus ja. Ik ben alleen maar blij. Dus ja. Ik ben gewoon blij. Ja. Moet ik zo meteen die kant op? Nee. Dan zo meteen weer ronddraaien. Ja. Is leuk. Ja. Zo ziet dus de auto een beetje van binnen eruit. Als ik hem ga starten met een startknop, dan gaat deze scherm naar deze kant opgeknapt worden. Nou, dit is dus alles hieromheen. Dan heb ik hier een mooi spiegeltje. Hi. Heb ik daar een mooi spiegeltje. Hij kan mooi meekijken. Daar heb ik een spiegel. Nou, hij dan, Basiel. En heb ik daar een spiegel. En daar staan we dus nu. Ja. En heb ik een Range Rover. Ja, ik lieg niet. Dus ja. Dus ja. Kijk, en dan bij deze rijschool. Mocht jij dus nu in de omgeving van Den Haag, Rijswijk wonen, Delft, in die contraien, en heb je nog geen rijbewijs, en zoek jij een goede rijschool, zoek dan even naar rijschool A-klasse. En ze hebben automaat, schakel en hele mooie luxe auto's. Ik zou zeggen, meld je aan en dan kun je kiezen voor of een pakket te nemen of gewoon los te betalen. Mag allemaal. Maar via deze rijschool heb ik wel graag mijn theorie gehaald. Dan niet per se via deze rijschool. Dat heb ik dan weer gedaan via 123geslaagd.nl. Maar ja, en ze maken je wel helemaal klaar om te kunnen gaan rijden. Dus ja. Dat is alleen maar leuk. En ik zal even kijken of Basiel nog wat heeft te vertellen. Dat is leuk. Ja, lekker. Zo. En wat heb jij nog te vertellen over mij? Nou, toppaar. toppaar. Hoe breng ik hem open? Zo. Yes. Mooi. Top. En waarom vind je mij een topper? Positief. Doorzetter. Ja. En voornamelijk gezellig in de auto. En makkelijke leerling. Maakt mijn werk makkelijk. Toch wel, hè? Ja, mooi. Zeker. Top, dank je. Ik ga deze vlog lekker afsluiten, jongens. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Dat is toch wat je wil. Elke dag om 14:00 in de middag. Om 14:00. Elke dag. Een leuke video online. Zou ik zeggen, druk op het belletje, dan blijf je op de hoogte. Heb je 5 seconden voor. 1. 2, 3, 4 en 5. Hey, welkom. Dan zou ik zeggen, doe het duimpje omhoog en laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey, ciao. Doei doei.